Ja, als je zo eens kijkt, ik word er niet echt vrolijk van, hè, hoe het eruit ziet. De naam van Rob Geus is onlosmakelijk verbonden met zijn lijfspreuk: daar word ik niet vrolijk van. En daar heeft hij ook alle reden voor. Al jarenlang wordt hij in het SBS6-programma De Smaakpolitie geconfronteerd met de meest vieze, ranzige keukens van horecagelegenheden in Nederland. Nee, maar hier word ik niet echt vrolijk van, moet ik zeggen. Ik kan veel beter, jongens. Ook in het programma Red Mijn Vakantie heeft Rob Geus regelmatig een hier word ik niet vrolijk van momentje. Nou, sterker nog, ik vind het eigenlijk een kansloos broodje, want als ik hem doorbreek, ja, het is, hier wordt niemand vrolijk van. Ja, als je hier toch lekker mee bezig bent, dan weet je de straat aan de overkant wat je doen bent. Hier word je niet vrolijk van. Maar Rob wordt wel vrolijk van het feit dat zijn kreet binnen een mum van tijd razend populair is in Nederland. Ja, en als je ziet wat er nu gebeurt, iedereen heeft het erover. Hè, het is gewoon een bekende uitspraak geworden. Ja, sterker nog, er zijn zelfs t-shirts te koop met de uitdrukking erop. Dus het geven aan hoe het leeft in Nederland. En het is best grappig, want je gooit daar spontaan iets eruit. Ja, en heel Nederland gaat daarmee in de gang. Na zoveel reacties op zijn uitspraak, daar word ik niet vrolijk van, ziet Rob dat zijn kreet hitpotentie heeft. En in 2006 brengt hij een single uit met de toepasselijke titel U raadt het al, daar word ik niet vrolijk van. Gemaakt door de gebroeders Co en Rob himself. Daar word ik niet vrolijk van. Nee, helemaal niet vrolijk. Deze tekst gaat niet helemaal op tijdens de opnames van de videoclip, want het is een gezellige boel. Rob heeft ook zijn eigen, daar word ik niet vrolijk van, petjes en t-shirtjes meegenomen. En natuurlijk bepaalt hij zelf welke dames zijn shirtje mogen dragen. Rob heeft natuurlijk wel zo zijn eisen. Minimaal cup C heb ik gezegd. Dan komt een mooie de tekst ervoor. Dus ik moet even kijken of die dames aanwezig zijn. Cup C bedoelen bij de dames en niet bij de heren, zeg maar. Nee, anders gaat het niet goed. Tijdens de opnames heeft Rob al een heel goed gevoel over het lied. Het is denk ik al een hit voordat hij geboren is, want iedereen roept op straat. Dus, en ik zeg heel eerlijk, de tekst is hier word je niet vrolijk van. Maar geloof me, als je het nummer hoort, dan word je wel vrolijk. Helaas voor Rob is de single geen groot succes geworden. Maar zijn gevleugelde uitspraak, die houden wij erin. Nee, maar hier word ik niet echt vrolijk van, moet ik zeggen. Hier word je niet vrolijk van. Hier wordt niemand vrolijk van.